Onschuldig. Ik denk, als ik hem in vier woorden zou moeten omschrijven, dat het sowieso talentvol is. Chaotisch. Ronnie is echt perfect. Vind je het erg als ik er even over nadenk? Sowieso creatief is een van die woorden. Ik denk sociaal gestoord zijn twee woorden. Nee, ik denk autistisch een beetje wel, toch? Misschien zelfs licht autistisch. En heel lief. Af en toe verlegen. Ik denk zoiets, ja. Hele koppige jongen, ook. En, maar wel heel lief. Oké, ik weet het al. Yes. Onschuldig, vrij, warm en geniaal. Are you a suit person or just like a more a jeans and a crazy jacket person? Who are you, Ronnie? Tell the people who are you, man. Als ik denk aan Ronnie toen ik hem leerde kennen en nu, ja, toen was hij echt een dunne scharminkeltje, man. Hey Ronnie, hey Ronnie, hey Ronnie, hey Ronnie. Hey Ron! Mijn vrienden vonden Ronnie ook niet zo tof, omdat hij droeg altijd andere kleding. Hij droeg skinny jeans en Uggs. En toen die tijd was dat voor ons heel raar. Ja, ik weet nog wel dat hij echt zo blij was dat hij überhaupt had getekend bij Top Notch. Echt, iedere week hoorden we er weer iets over, weet je wel, hoe de vorderingen waren. En hoe blij hij was dat het eindelijk was gelukt. En dat er een soort van een kans was om zijn eerste album te droppen. Ja, want daar ben je nu naartoe aan het werken. Die zusje staat op een EP, maar er komt een album aan. Ja, zeker. Het is bijna af. Helemaal samen met Boas. En ja, die moet snel komen. Het moment dat Ronnie zijn debuutalbum uitkwam, was wel een soort van speciaal moment, omdat we wisten natuurlijk allemaal wel dat Ronnie heel erg goed was. En best wel een soort van een bijzonder mens is. En weet je, nu was er ook geen weg meer terug of zo, weet je wel. En ik weet nog wel dat soort van, wij luisterden niks anders dan zijn album in de auto. En we vonden het allemaal zo briljant. Juist hoe vaker je iets luistert, hoe ja, meer fantastisch je het vindt. En hoe meer je soort van begint te begrijpen wat hij eigenlijk zegt. We hadden wel verwachtingen van het debuutalbum op een bepaalde manier. Dat ze misschien wel een hit zouden scoren. Maar tegelijkertijd wist ook niet precies in wat voor richting we moesten produceren. En ik denk dat eerste album was ook gewoon heel erg een les. Ook om, ja, we hebben veel geëxperimenteerd met die muziek. Bepaalde aparte richtingen opgegaan. Nou, weet je, het duurde gewoon eventjes met dat album voordat het echt werd gewaardeerd. Op een gegeven moment, weet je wel, werd de media heel erg lovend erover. Hoe poëtisch en hoe mooi het eigenlijk was als je zeg maar dieper erin duikt. En echt gaat luisteren naar de dingen die Ronnie zegt. Dat het eigenlijk best wel sick is. Dat duurde even of zo, maar toen op een gegeven moment het kwartje viel, toen wist iedereen het ook eigenlijk al gelijk, weet je wel. Ik heb hier een gouden plaat voor je. Ik ga hem even aan je geven. Winnaar in de categorie beste single, Lil Kleine, Ronnie Flex, Drank en Drugs. Esquire's best geklede man van 2015 is geworden Ronnie Flex. Toen ik 16 was, kocht ik paarse skinny jeans en iedereen op mijn school lachte me uit. Dit is ja, ongekend. Ronnie Flex en Move, come again! Ronnie Flex! Ronnie Flex! Ronnie Flex! Dit is wel een speciale award voor me. Ik heb nooit een award gekregen voor beste zanger. Ik heb zoveel kritiek gekregen over autotune dit, autotune dat. Mijn eindstand maak ik wel hits sinds 2011 en zing ik ze allemaal. Snap je? Het klinkt heel raar als ik dat zeg. Maar het grootste dieptepunt van Ronnie Flex is toch de menigteheid die Ronnie Flex opeens leerde kennen. Dus dat is wel alles wat hij heeft gewild, maar hij geeft echt
zo weinig om dat hij het ook wel af en toe moeilijk mee heeft gehad of zo. Dat mensen iets van hem vinden of... Ja, dat denk ik wel. Kijk, weet je, Ronnie, zoals de meeste mensen hem kennen, dat is gewoon hoe hij naar buiten is als hij op Insta is of op interviews of in videoclips. En dat is best wel een soort van uitgesproken en gewoon een leuke jongen die soms gewoon een beetje gefrustreerd is en nog steeds heel erg druk kan maken om als mensen iets naars over hem zeggen. Maar eigenlijk, zoals ik Ronnie ken, is hij heel erg introvert. Ja, weet je, hij houdt toch wel heel veel dingen houdt hij ook verborgen, zeg maar. Ik neem het ook niet kwalijk. Maar dus die kant zie ik soms van hem, dat hij dingen toch soort van, dat hij echt in zijn eigen gevechten aan het vechten is. Ik denk dat Ronnie nu wel een stuk volwassener is en veel ervarener in lijf en veel zelfverzekerder ook. Ik denk dat dat ook een groot verschil is. Ik denk dat hij aan het begin wel veel breekbaarder en onzekerder en roekelozer was. Ik denk dat hij nu veel vastberadener en volwassener en doelgedrevener is. Ja, ik denk dat er nog heel veel soort van rek zit in zijn talent of zo. Ik denk dat wij nog lang niet alles van hem hebben gezien. Ja, ik weet dat hij mega fan is van T-Pain. Misschien dat hij heel graag met T-Pain zou willen werken. Gewoon, ik denk dat hij het heel, heel vet zou vinden om in Amerika gewoon met grote artiesten in de studio te zitten en daar dingen voor te kunnen doen. Ik denk dat hij gewoon deze lijn door kan blijven zetten met het talent dat hij heeft. En dat hij gewoon over 4, 5 jaar gewoon een misschien zoiets als Bluff kan doen. Of zo'n meer, iets meer gevestigd ook in echt mainstream Nederland. Ik heb altijd al een soort van grootste plannen gehad met Ronnie. En ik zei tussen neus en lippen door heb ik altijd wel tegen Ronnie gezegd. We moeten naar buiten, internationaal. De energie die je nu steekt in deze carrière is allemaal leuk, maar dat plafond, dat bereik je gewoon. Het maakt hem echt niks uit. Als hij gewoon zichzelf kan zijn en wel geld heeft om te leven en leeft van hetgeen wat hij leuk vindt, dat weet ik zeker, tuurlijk, moet wel realistisch blijven. Dus leeft van hetgeen wat hij nu doet, muziek maken, dan maakt het hem echt niks uit.